Waar we het had over weigerpolitici op rechts. En PvdA-leider Lianne Ploemen sprak over geen liefde tussen haar en de VVD. Lijkt het toch op dat GroenLinks en PvdA graag als één linksblok aan die formatietafel plaatsnemen. De leden stemden in met een intensievere samenwerking. Maar wat gaat dit dan betekenen? Ik ga het erover hebben met twee gasten hier in de studio. PvdA-kamerlid en ook nog steeds PvdA-lid. Keklik Yücel en chef politiek van het AD Hans van Soest. Hartelijk welkom beiden. Dankjewel. Hans, ja, die achterban van zowel GroenLinks als de Sociaaldemocraten PvdA akkoord. Zonder al te veel gemor dus. Nou ja, ik kom er net vandaan. Althans, van de PvdA-bijeenkomst in Zeist. En het was eigenlijk een hele bedaarde bijeenkomst. Ja, er was eigenlijk weinig gemor. Er waren wel een aantal leden die hun zorgen uiten. Van, moeten we dat dan wel doen? Samenwerking, is dit niet het begin van het einde van de PvdA? Maar eigenlijk was het een heel bedaarde bijeenkomst waarin heel braaf werd gestemd wat het partijbestuur voorstelde. Ja, Keklik Yücel, als oud Kamerlid was jij er overigens niet bij. Je hebt wel via een stream meegekeken. Waren er momenten dat je dacht, nou, als ik in de zaal had gezeten, had ik nu mijn mond opengetrokken? Nou, er waren gewoon momenten, of eigenlijk de hele leerraad vond ik heel ingewikkeld. Ik vind het ook steeds moeilijker te begrijpen, mijn eigen partij. En dat vanuit een heel erg sociaal-democratisch hart, moet ik zeggen. Dat is even mijn denkkader. En ik vind het heel ingewikkeld. En gaat dat ten koste van de sociaal-democratie, die blijkbaar nog steeds omarmt, als meer samen wordt gewerkt met GroenLinks? Dat denk ik wel, maar ik kan me ook vergissen. Dus ik vind er eigenlijk drie dingen van. Eentje, ik vind het de verkeerde aanleiding, deze samenwerking. De vorm waarin ze dat doen ook. En ik vind ook het ondoordacht. Het is niet goed doordacht, niet goed doorgesproken. En ik vind het ook nogal dom. In een tijd dat volksvertegenwoordigers veel autonomer zouden moeten kunnen opereren. Veel meer de discussie binnen hun fracties aan zou moeten gaan. Krijg je nog meer eenheidsworst tussen twee toch partijen die ook eigen klankkleur hebben. Dus de fractiediscipline wordt nog ondoorzichtiger, diffuser, benauwender. En dat is niet iets waar de kiezers op zitten te wachten, denk ik. Dit geluid, Hans, was dus niet hoorbaar op de bijeenkomst zelf? Nee. En ik moet zeggen, ik snap dat mevrouw Yücel er zo naar kijkt, maar je kan er ook anders naar kijken. Er zitten nu, nou, in september, als Pieter Omtzigt terugkeert van ziekteverlof, 19 partijen in de Tweede Kamer. En me dunkt dat er heel veel verschillende geluiden te horen zijn. Ik vind het eerlijk gezegd, en dan hoef je helemaal geen fan te zijn van PvdA of GroenLinks, maar ik vind het eigenlijk wel verfrissend dat er eens een keer in dit al maar verder versplinterende politieke landschap eens een keer twee politieke leiders zijn die zeggen, oké, zullen we nou eens een keer proberen niet alleen maar te kijken naar wat de verschillen zijn. En kijk, die Tweede Kamer debatten die duren eindeloos. Waarom? Omdat die partijen alleen maar bezig zijn onderlinge verschillen te vergroten en zichzelf af te zetten ten opzichte van elkaar. Ik vind het eigenlijk wel verfrissend dat eens een keer twee partijen zeggen, laten we eens kijken of we het misschien samen kunnen doen. Ja, is er een reactie op? Nou, ik kan me zo'n soort reactie ook wel voorstellen, ook wel van veel kiezers en zeker van journalisten die ellenlange debatten moeten volgen en het houdt niet op en iedereen herhaalt en herhaalt. Dat is ook heel erg vervelend. Dat vond ik zelf ook in de kamerbankjes wel eens, hè, toen het aantal fracties wat minder was. Maar waar het mij om gaat, zijn gewoon onze waarden vanuit de sociaaldemocratie. En ik vond het alleen SEC als Partij van de Arbeid al heel ingewikkeld worden, omdat ik vind dat links-progressieve partijen steeds meer identitair worden en minder waardegedreven. En ik ben nou zo'n kiezer of zo'n lid, een oud volksvertegenwoordiger die heel erg op waarde gaat. En misschien ben ik wel een minderheid aan het worden. Dat wil ik ook wel erkennen. Maar daar zit mijn moeilijkheid. En ik had veel liever gehad dat de Partij van de Arbeid, maar ook GroenLinks zelf, eerst hadden nagedacht, hoe komt het dat wij op die 7 zetels uit zijn gekomen, of op die 9? Hoe komt het dat links zo gedecimeerd is? En dat ik had liever gehad dat de komende jaren geïnvesteerd was in het weer kunnen worden van een brede volkspartij. En nu ga je dus met 17 zetels denken dat je samen een sterkere vuist bent. Terwijl ik heb ervaren bij Rutte 2 dat wij met die 38 zetels ook niet sterk genoeg waren. En dan zou je nu met die 17 zetels wel sterk worden. Ik had veel liever gehad dat de twee linkse actoren dan druk zetten op Rutte 4 is het ondertussen.
dan ben je veel sterker. Nu heb je maar één keer iets te winnen of te verliezen. Ik vind het gewoon hartstikke dom. Maar het gaat mij eigenlijk heel erg om die waarden die steeds meer ondersneeuwen. En daar wil ik straks wel iets over uitweiden. Nou, je zit hier nu toch. Dus heel graag iets over de waarden die zou sneuvelen. En vandaag is die kans in uw ogen dus nog groter geworden. Ja. Door de samenwerking met GroenLinks. Dus dat is wel voor dit moment heel essentieel. Om welke waarden maakt u zich zorgen over het verlies daarvan? Niet over gelijke kansen, want dat delen we met GroenLinks. Niet over het eerlijk delen van macht, kennis en geld. Daar gaat het mij niet om. Maar het gaat mij wel om de sociaal-culturele thema's. Kijk, even heel concreet. Ja, en dan gaat het over onze verworvenheden, onze liberale democratische waarden, over onze individuele vrijheden. Ik constateer, ik heb tot nu toe helemaal nooit iets gezegd over de personele samenstelling van GroenLinks. Heb ik ook niet willen doen. Dat is nog niet steeds chic. Heel vaag. Ik heb geen enkel beeld bij welke waarden hier dan wordt aangetast. Ik maak dus ook een bruggetje. Bijvoorbeeld bij GroenLinks hebben we nummer 9. Coutin, die is bestuurslid geweest van Famiso. Famiso is een beweging die je zou kunnen vergelijken in het conservatisme, in het fundamentalisme, waar we die is vergelijkbaar met SGP-jeugd of Forumjeugd. Daar heb ik als PvdA lid niks over kunnen zeggen. Ik voel me niet vertegenwoordigd door dat soort stromingen. En dat gevecht ben ik binnen mijn eigen partij 20 jaar lang aangegaan. En natuurlijk een deel gewonnen, een deel verloren. Ik moet wel constateren, onderaan de streep heb ik die strijd echt verloren. En die kans om hem alsnog te winnen, om die scheiding kerkenstaat en de individuele vrijheden, dat ook te waarborgen, ook van minderheden. Nou, dat zie ik nu helemaal somber in. Ja, ik dank, want het wordt nu wel helder. Veel meer op identiteit wordt er gehamerd. Overigens ook, daar vindt denk ik D66 heel veel weerklank bij GroenLinks. Maar blijkbaar dan nu ook bij de Partij van de Arbeid, heel ander mevrouw gevoel Jutjel altijd had. Mevrouw Jutjel zei aan het begin van het gesprek, ik vrees dat ik een minderheid ben geworden in mijn partij. Maar dat is ook zo. Ik denk, als je kijkt waarom de PvdA zulke grote groepen kiezers niet meer aanspreekt, ja, dat is omdat die partij gewoon is veranderd. Het is een linkse identiteitspartij geworden. Die gewone mensen buiten de Randstad, die gewoon hard werken voor een heel normaal loon, die alleen maar de hele dag te horen krijgen, ja, dat ze dingen verkeerd doen. Ja, dan stem je toch niet meer op de PvdA. En dat gevoel over wat er leeft in de samenleving, ja, dat heeft de PvdA, is die echt wel kwijtgeraakt. En dus jullie denken allebei dat vandaag de Partij van de Arbeid heeft verloren? Ja. Nou, verloren. Ik bedoel, het is ook niet zo dat de Partij van de Arbeid nu is opgeheven of zo. Hè? Helemaal niet. En mijn partij wel, daarmee eigenlijk. Wel de Sociaal-Democratische Partij van de Arbeid. Ik voel me niet meer vertegenwoordigd. Het is losgezongen. Het gaat meer ook over het gaat over optisch deugen. Het gaat niet over intrinsiek deugen. Niet dat ik vind dat per se, hè, waar ik in geloof, dat het enige juiste antwoord is. Maar het gaat niet over waarde. Het gaat heel erg over de buitenkant, over kleurtjes. Over iemand wel met een hoofddoek, wel zonder hoofddoek. Daar gaat het over. Het gaat niet over ideeën meer. En is ook, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg ook de vraag, blijf je nog lid natuurlijk? Hè? Ja, dat vraag ik me heel erg af. Ik blijf lid van een sociaal-democratische beweging. Absoluut. En ik denk zelf op dit moment dat het veel beter is om van binnenuit invloed uit te blijven oefenen, ook al ben je een minderheid. Ik zie wel dat de slagkracht veel minder wordt. Het wordt echt heel moeilijk. Ik vind het ook heel moeilijk om lid te blijven. Dan wil ik het eigenlijk bij laten. Ik hoor van Hans van Soest dat u blijkbaar inderdaad een minderheid bent binnen de Partij van de Arbeid. En is dan de meerderheid van de Partij van de Arbeid opgeschoven richting dat waarden minder belangrijk vinden en meer kijken naar identiteit, meer letten op hoofddoekjes in ieder geval en of je het al dan kader. Niet genderneutraal bent. Of in ieder wat geval dan het kader, het actieve kader, het vocale deel is zo. De kiezers zijn denk ik wel vaak waardegedreven. Denk ik. Hans, denk jij dat het makkelijker wordt om nu te gaan formeren? Nee. VVD en CDA hebben al aangegeven meteen vanmiddag, ja, luister, dit maakt voor ons echt helemaal geen verschil. Wij willen niet met zowel
PvdA als GroenLinks in één kabinet gaan zitten. Dus nee, ik voor de formatie maakt dit echt helemaal niet uit. Die zit nog steeds muurvast. VVD en CDA willen niet met die twee linkse partijen. Ook al willen ze dan nu in de gaan samenwerken. Ze zien het nog steeds als twee partijen. Dat zijn het ook nog steeds de facto overigens. Ze fuseren niet. Ja, en de ChristenUnie wil niet met... D66 wil niet met de ChristenUnie. En dan zijn de smaken op, want alle andere partijen waren al lang afgevallen. Dus ja, het zit nog steeds bijna een half jaar na de verkiezingen muurvast. En wat zijn we ermee opgeschoten in uw ogen? Nou ja, kijk, Jesse Klaver en mijn eigen partijleider denkt dat ze iets een doorbraak hiermee kunnen forceren. Maar wat voor doorbraak? Met 17 zetels invloed uitproberen te oefenen in een kabinet waar de twee hoofdrolspelers, ook al, dat weet u nog beter, want u loopt in de Tweede Kamer rond nog steeds, dat eigenlijk Kaag en Rutte, die op persoonlijke vlak... Dat klikt niet. Het zit hem veel meer... Het cruciale antwoord of de doorbraak moet tussen Kaag en Rutte eigenlijk plaatsvinden. En die kunnen niet door elkaar, met elkaar eigenlijk door één deur, omdat ze elkaar niet snappen, niet begrijpen. Ze zijn totaal van een andere wereld, lijkt het wel. Die hadden vandaag moeten gaan praten in plaats Precies. van de leden van GroenLinks en de Arbeid. En Lilianne Ploemen en Jesse Klaver denken hiermee, denk ik, hun carrières te kunnen redden. Dat vind toch ik moet het ik het toch wel heel even opnemen voor Ploemen en Klaver in dit geval. Ik weet door tegenstanders van deze samenwerking, in ieder geval vanuit de eigen achterbannen, wordt heel erg geroepen, oh, dat doen we alleen maar om Rutte te plezieren. Maar dat vind ik eerlijk gezegd een beetje een raar argument. Want het zijn de leden zelf geweest van GroenLinks en PvdA, allebei, die al jarenlang congres na congres de partijbesturen oproepen om innig te gaan samenwerken. Voor de verkiezingen heeft Lilianne Ploemen gezegd, ik ga niet in een kabinet zonder SP of GroenLinks. Jesse Klaver heeft het zelf gezegd, ja, nou doen ze eigenlijk wat ze al lang zeggen. Ja, daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar ja, je kunt toch moeilijk zeggen dat ze dat doen alleen maar om Mark Rutte een plezier te doen. Nee, ze doen zichzelf een plezier omdat ze heel graag mee willen regeren. Maar dat samenwerken, daar ben ik heel erg voor. Absoluut. Je moet samenwerken, zeker met linkse partijen. En dat deel ik met alle leden. Ook daarom kan ik me ook wel vinden in dat soort moties. Maar één onderhandelingsteam worden. De fracties samen laten vergaderen, dat is toch heel iets anders. Wie vertegenwoordigt ons? Welk verkiezingsprogramma wordt daar ingebracht? Waar blijven de autonome kritische geluiden? En hoezo ben je een sterkere vuist met 17 zetels en één actor aan die tafel bij Rutte en Kaag? Ik vrees, mevrouw, dat u zich dadelijk nog minder bij de PvdA gaat thuisvoelen, want een heel groot deel van de leden wil zelfs een fusie. Die wil nog veel verder gaan. Klopt. Dat is vandaag niet aan de orde geweest, maar is dit een opmaat daarvoor? Nou, het wordt in ieder geval weer verder onderzocht. Hè. Dat hebben de leden vandaag weer uitgesproken. Overigens niet voor het eerst. Dat hebben ze al heel vaak uitgesproken. Ja, is het een opmaat voor? Kijk, Klaver en Ploemen zeggen, joh, er is nog helemaal niks beslist. Dit is alleen of we gaan alleen nog maar kijken hoe die samenwerking loopt. En we blijven twee aparte fracties. En het is echt nog niet zo dat we nu allerlei onomkeerbare besluiten nemen. Maar ja, het begin is natuurlijk wel gezet. En iedereen ziet hoe slecht het gaat met links. Links is kleiner dan ooit. Dus ja, dat die partijen de noodzaak zien om op te gaan in elkaar, in de hoop, als ze iets groter zijn, tot nog een vuist te kunnen maken en iets van hun partijprogramma's te kunnen uitvoeren, die begrijp ik wel. Ten slotte waren PvdA en GroenLinks allebei ooit ook fusiepartijen. Hè? Om precies dezelfde reden. Maar goed, we zitten nu maanden na de verkiezingen met een demissionair kabinet. We weten dat D66 en de ChristenUnie niet samen verder willen. Op dit moment zeggen ze dat, althans allebei. Waardoor de partijsamenstelling van voor de verkiezingen niet zomaar door kan gaan. Er wordt al gesproken over een minderheidskabinet, maar dat opperde Segers. Dit zou toch echt wel een nieuw begin kunnen zijn na vandaag? Bij de formatie. Maar je kijkt mij aan van nou, echt niet. Ja, ik moet inmiddels... Ik denk dat de mevrouw Jutje zei van, nou, al van, je loopt daar elke dag rond. Dat is zo. En ja. Langzamerhand word je er wel een beetje lacherig van. Ja, sorry dat ik begon te lachen. Maar je wordt er echt een beetje lacherig van. Want niemand beweegt. Ja, eerlijk gezegd denk ik zo langzamerhand dat een minderheidskabinet echt nog de enige optie is. Dat denk ik ook. Dat ben Jullie ik denken het, allebei ja. dat ja, het dus vandaag ja. geen enkele zin heeft nee. gehad. Als het gaat om de formatie. Nee, het gaat... En dat komt omdat daar volgens mij, hè, ik kan me vergissen, maar niemand is met de kiezer bezig. En niemand is ook echt met de vraagstukken bezig die in Nederland op dit moment acuut en minder acuut spelen. Waar ze wel mee bezig zijn, is met hun eigen positie.
Met hun eigen machtsfactor. Met hun eigen framings. Met hun eigen imago. Daar zijn ze mee bezig. En zolang ze daarmee bezig blijven, gaat er niks lukken. Is het in de ogen van heel veel kiezers een circus. En blijven we over met een minderheidscoalitie. Of geformeerde nieuwe coalitie. Of nieuwe verkiezingen. Wat denk jij, Hans? Van, ja, dat laatste, dat geloof ik niet. Dat zou ik ook echt een godsbevinden als we een half jaar na de verkiezingen tegen de kiezer zouden zeggen: beste mensen, jullie hebben gezegd wat jullie willen, maar wij kunnen het onderling niet eens worden, dus stem nog maar een keer. Ja, het is, A, dat is belachelijk. En B, het zou ook niks oplossen. Kijk naar de peilingen, want er verandert helemaal niks. En dan moeten we over 3 maanden gewoon weer zo'nzelfde moeilijke formatie doen. Dus nee, nieuwe verkiezingen, daar geloof ik absoluut niet in. Een minderheidskabinet, ja, alle opties vallen gewoon een beetje weg. Mevrouw Yücel zei van: iedereen is vooral bezig met zichzelf. Dat klopt ook wel een klein beetje. Iedereen is zo bang om de volgende verkiezingen te gaan verliezen, dat niemand durft. Is dat te dan de echte reden misschien? Dat is het probleem. Ja, als ik hier even het woord over mag nemen. Wij zijn zeker op links, dat doet de Partij van Arbeid en GroenLinks ook, die zijn de vorige oorlog aan het proberen uit te vechten. Ze bepalen niet het spel van nu en naar de toekomst, maar omdat wij niet mee hebben gedaan, zijn we zo gedecimeerd. En daarom moeten we nu wel meedoen. Zo vind ik, kortzichtig, zijn de analyses in mijn ogen. Terwijl je nu vooruit moet kijken. En als je vooruit kijkt, denk ik dat de volgende kabinet, dat gaat toch niet lang blijven zitten. Ik zou veel liever zien dat links zichzelf opnieuw gaat heruitvinden. Om straks ook heel Nederland een betere coalitie te geven. Want Nederland heeft als geheel, ook al ben je rechts, er niks aan dat de progressieve beweging en de linkse beweging zo klein worden. Dus een sterk breed midden is in het belang voor alle Nederlanders. En dit is gewoon niet goed. Ja, laat Rutte en CDA een minderheidskabinet doen. Over 2 jaar weer opnieuw verkiezingen met een sterkere linkse blok. Wat echt een links blok is, die op waarde drijft. Ja, nou, ik moet nog maar zien of dat bij een volgende verkiezingen links wel in staat zal zijn meer kiezers te winnen. Maar los daarvan, ik moet ook nog maar zien of een nieuw kabinet echt weer snel valt. Dat is zo lastig te vertellen. Bij het kabinet waar u deel van uitmaakte, hè, Rutte 2, dachten we ook allemaal: nou, dat houdt het geen jaar vol. Nou, het heeft bijna 5 jaar gezeten. Ja, maar Rutte en Samson die konden elkaar de hand schudden, letterlijk en figuurlijk. En ik zie dat Kaag en Rutte nog niet echt met overtuiging doen. Nee, is dat maar een goed argument? Zijn er ook niet. Is dat een goed argument dat deze twee, dat het motorblok op zich nogal schuurt? Ja. Weet u, in het kabinet Rutte 2 ging het goed tussen Rutte en Samson. Maar tussen Rutte en zijn vicepremier Lodewijk Asscher boterde het ook helemaal niet. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat veel politici professioneel genoeg zijn om die verschillen om daar overheen te stappen. En zeker Rutte, en die is zo bedreven en ervaren in het sluiten met allerlei onmogelijke coalities. Ik zie dat, eerlijk gezegd, dat probleem niet zo. Ik denk dat een minderheidskabinet best zou kunnen functioneren. Ik wil nog heel even laten luisteren naar Jesse Klaver, hoe hij zijn leden na afloop toesprak in Utrecht vanmiddag. Het is niet exclusief een Rutte-probleem. Het is een probleem van rechtse partijen en de arrogantie van rechtse partijen dat ze denken: we rule this country. Dus wij maken zelf wel even uit hoe we dat gaan doen. En om eerlijk te zijn, dat hebben ze tot nu toe best vakkundig gedaan. Ja, alsof er ook een urge was om in ieder geval een stok in de spaken te willen steken. Zo klonk het in mijn oren. Hoe vatte jij dat op? Van dat dan de winst zou zijn van vandaag? Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk ook een klein beetje de teleurstelling bij GroenLinks dat het gewoon maar niet lukken wil. Maar ja, ik snap eerlijk gezegd Rutte en Hoekstra best dat ze zeggen: wij willen niet met PvdA en GroenLinks. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslag, links is kleiner dan ooit. Ja, het is niet logisch om met 2 linkse partijen dan in een kabinet te gaan zitten. Maar ja, van de andere kant, een half jaar na de verkiezingen wordt het ook wel steeds lastiger aan de kiezers uit te leggen dat er nog niet eens gesproken wordt over iets. Ik wil je hartelijk danken, Hans van Soest en Kiklink Yücel. Nou, ik hoop dat je medestanders nog kunt vinden om bij de partij te kunnen blijven. Onder de gewone mensen wel, maar ik ben bang in mijn partij wordt het steeds moeilijker. Ja, en dat vind ik verdrietig voor de sociaaldemocratie, niet voor mijzelf persoonlijk. Nee.
Sterkte en hartelijk dank voor jullie toelichting. Keklik Yücel, voormalig PvdA-Kamerlid. En nu directeur van de Academie Mens en Arbeid aan de Saxion Hogeschool. En Hans van Soest, chef politiek van het AD.